Goedenavond heren, we zijn hier vandaag bijeengekomen dat we een grote bankoverval gaan inplannen. We gaan zo meteen een grote bankoverval doen. Ik heb een PowerPoint presentatie voorbereid op de tablet hier, die ga ik zo laten zien. Allemaal goed informatie op zich nemen en het vluchtplan goed onthouden. We gaan zo meteen ook teams verdelen in twee teams, maar dat zien jullie op de PowerPoint wel. Ik pak mijn tablet er even bij. En zo, ik ga die tablet aan jullie laten zien. Ik ga hem hier even op en dan ga ik jullie allemaal die PowerPoint laten zien. Zo, dat was de presentatie jongens. Ik ga hier de teams in delen. Zometeen hebben we team A en team B, zoals je in de presentatie heeft gezien. Team A gaat in de bank, team B gaat maaien en helpen ons vluchten. Dus in de helikopters en in de boten, waar we dan overstappen op, zoals in de presentatie gezien. Team A gaat zometeen hier rechts staan bij de lamp. Dus de mensen die in de bank gaan, gaan zometeen bij de lamp staan daar. Team B gaat zometeen daar even het hoekje staan, zodat we even iedereen kunnen verdelen, ja. Ik ga even één voor één mensen langs, dan ga ik mensen sturen, ja. We hebben hier Klaver. Klaver, jij gaat team B, dus jij kan in de hoek gaan staan daar. Jij gaat bij de heli staan. Dexo, ook team B. Je mag ook bij Klaver gaan staan. Klaver, tje, 762 oftewel. Jij mag hier gaan staan bij team A, jij gaat de bank in. Wie hebben we hier? Nadir. Nadir, jij mag ook bij team B gaan staan. Lukt het? Nee. Maakt niet uit, we gaan even verder. Hier hebben we Rekkie. Toch? Ja, graag team B. Rekkie, je mag ook bij team B. Dan hebben we nog één, even kijken. Wie hebben we hier? Fuchs. Fuchs. Fuchs, je gaat bij team A. Oké, wie hebben we hier? Nidal, Nidal, team B, inderdaad, met je heli. Hoppakee. Dan hebben we hier. Wie hebben we hier? Bilo. Fassi. Fassi, jij gaat team A. En Bilal ook team A. En dan hebben we Tony. Tony, ga jij ook maar bij team B. Jongens, als jullie gewoon allemaal goed meewerken, is er niks in de hand. Dan blijven jullie leven. Ja, toch. Maar als jullie gaan kloten of proberen een heldenactie te plegen, dan gaat dat niet goed eindigen voor je, ja? Nee, ik weet het niet. Je zijn allemaal vastgebonden. Ik zit er wel van te halen. Niet los weer. Collega, ik ga... waarschijnlijk geen zin. Oké, jongens, even porto stilte. Ik ga onderhandelen hier. Dus iedereen graag sniper, iedereen graag stil in de porto, jongens. Ik ga niet onderhandelen. Ik wil alleen even weten hoeveel hostages er binnen zijn. En ik wil even kijken naar de hostages. Ja, dat mag zeker. Ik zou de deur voor u open doen, meneer. Ja, legt u wapens ook buiten achter u neer? Ja, ik zie het. Ja, legt u maar even daar buiten neer, ja. Oké, we hebben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 hostages hebben we hier. Ze zijn in goede staat. Ze zijn allemaal in goede staat. Ze zijn allemaal vastgebonden zoals je ziet. Het gaat prima met mij meneer. Ik krijg eten. Prima. Oké, luister. Ik ga jullie even een tip meegeven. Luister naar alles wat ze tegen jullie zeggen, ja? Niks doms doen. Niet opeens. Oké, prima. Oké. Verder zijn er geen hostages. Nee, ze staan allemaal hier. Iemand moet boven staan, iemand moet onder staan. Yes, oké, top. Nou, dan ga ik even allemaal. Want dan denk je bent met één, weet je wel. Is goed. Ja. Ze niet tellen. Oké, meneer. Ik kom voor de onderhandeling. Ik kom voor de onderhandeling. Laten we dat even buiten blijven doen dan. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja. Oké, meneer. Zoals u net heeft gezien, uw collega, zoals u net heeft gezien, hebben wij 6 hostages. Mag ik dat even kijken? Ja, deze heeft net ook al gezien. Zie je? Zit er allemaal nog heel mooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Kijk, wij willen niet 12 eisen. Daar hebben we helemaal niks aan. Het enige wat we willen is een... wij willen gewoon ons geld van de bank binnen. Dat willen we gewoon veilig. Wij zijn niet tot intentie om de burgers hier te beschadigen. We houden van deze stad. Het is alleen even een middel zodat jullie niet bij ons binnen gaan vallen. Ja? Dus dat willen we ook echt uiterst niet, dat jullie binnenvallen. Verder willen wij graag dat jullie alle hekjes zometeen losmaken en vrije doorgang geven. Dat er sowieso niet op onze collega's gaan. Jullie even naar binnen, jongens. Even naar binnen voor de eigen veiligheid. Kom, blijf even binnen. Sowieso willen we dat er eigen... Moment, dat jullie mag ik heel veel mijn porto uitzetten? Want... Oh, dat mag zo zeker, nee, meneer. We willen in ieder geval dat alle hekjes weggaan. Ja. We willen dat iedereen met een neus tegen de muur gaat daar, van de auto's. Ja. Welke muur? Die daar? Gewoon dat gebouwtje daar. Ah, oké, ja. En we willen dat iedereen in een auto zit en dat er gewoon niet geschoten op ons wordt. We doen ook, zodra wij de bank uitgaan, zullen wij ook onze wapens wegdoen. Ik wil dat jullie dat even goed in de poorten doet. Wij zullen nooit een nummer, wat er ook gebeurt, op politie gaan richten hier. Dus ik wil ook niet dat er op ons geschoten wordt, op gewoon onschuldige burgers zijn we dan gewoon, ja. Ja. Ook niet op onze banden, want dan gaan we, kunnen we doodgaan. We gaan gewoon op deze drie motors gaan we. Die andere motor gaan we niet gebruiken. We pakken deze drie motors.
We zijn met z'n 6 in totaal, dus we gaan gewoon 2 om 2, 2 om 2, 2, 2, 2. Zoals we snappen. En dan gaan we gewoon vluchten voor jullie en willen we gewoon een leuke achtervolging. Kan dat geregeld worden, denk ik, meneer? Oké, dan ga ik even overleggen, ja? En we willen ook een, nog belangrijk misschien, even een paar seconden voorsprong. Kijk maar hoeveel je daarvan kunt maken, ja? 5 seconden het liefst, maar... Jullie worden zo meteen losgesneden door de politie zodra we weg zijn. Oh, ja. Komen we naar buiten, meneer agent. Ja. Hey, goeiedag. Ja, we gaan akkoord met jullie eisen. Oh, dat is wel heel mooi. Behalve die kant. Die kant gaat niet open. Die kant? Ja, maar... dat is misschien een groot probleem. We waren... Ik wil niks van ons plan doorgeven, maar we gaan wel die kant op, zeg maar. Ik zo, daar kunnen ze je gewoon zien. Open, dus dan zorg je maar voor dat je de Ik ben nog rustig met geweest met de eisen. We gaan wel die kant op, meneer. Die kant willen we open. De rest mag dicht blijven voor mij, zolang die kant maar open blijft, ja? Oké, duidelijk. En ik wil ook niet, zien, meneer, wat ik de laatste keer heb gezien, dat er dan beneden daar 5000 hekjes staan. Dat willen we ook niet zien. We willen gewoon een leuke achtervolging. Ik zie dat jullie een paar motoragenten hebben. Dus gewoon even fair en square, gewoon eerlijk aan de ijs houden, ja? Dus u wilt nul geschoten? Helemaal niet? Nee, dat noemen we dat ook niet. Hele achtervolging niet. Eerlijk aan beide kanten, weet je. Als wij niet schieten, hoeven jullie ook niet te schieten, weet je. Maar dan, als we jou dan pitten, of... Nou ja, pitten kan niet echt motor, maar... Als we zorgen dat je stilstand komt, pak je ook niet je wapen erbij. Nee. Dat zullen we toch nooit doen? Ik ben een zakenman, meneer. Ik ben een zakenman. Luister, je krijgt 3 seconden uit... voorsprong? Mag je wegrijden? Ja. Na die 3 seconden gaan we direct de achtervolging aan. Hey boys, ik tel maar 4 politievoertuigen. Geen reden om weg te gaan. Alle hekjes blijven staan, behalve die daar, naar uw mening. Ja. Of naar uw eisen. En een hele achtervolging gaan we niet schieten. Afgesproken? Dat lijkt me een heel goed plan. Daar gaan we de hand op schudden. Ja, daar schudden maar we de hand op, meneer. Maar laten we dan ook de hond zo meteen vrij? Maar ik wil ook niet dan dat ik daar de heuvel over rij. Nee, dat ik dan opeens halve aanslag zie van agenten. Oké? Is goed, meneer. Dank u wel voor de onderhandelingen. Oké, jongens, de onderhandelingen zijn compleet. We hebben 3 seconden voorsprong, krijgen we. Ze wouden de kant die wij opgingen eerst niet open doen. Maar ik heb gezegd, doe alleen maar die kant open, dan kan je de rest dicht laten. Want ik moest wel even zeggen dat we die kant op gingen, anders was die kant dicht gebleven. We kunnen gewoon die kant op. Jullie weten de route. Ze gaan allemaal in hun auto zitten. Ik heb met ze afgesproken. We gaan niet schieten, wat er ook gebeurt. Ja, daar gaan we dit natuurlijk niet aan houden, jongens. Maar hun schieten niet op ons, zolang we ook niet op hun schieten, snap je? Dus terwijl we op de motor schieten wordt als het goed is niet geschoten, boys. Rent weg. Ja, laat ze wegrennen, boys. Pak gewoon even een paar take hostage die er nog zijn. Sluitje. Opstaan, die aan de opstaan. Opstaan, allemaal. Vast ik kom. Hey boys, iedereen is weg van de plek. Boys, zometeen rechtsaf de snelweg op. Ja. Zo hier, jij bent er bijna. Ja, rechtsaf de snelweg op. Ja, je ziet... Nee, hier nog niet. Hier pas. Help me maar als jullie er bijna zijn. Heerlijk boys, heerlijk. Oké boys. Praat even in die porten zodat we er bijna zijn. Er zit geen politie. Jullie ook nergens liggen. Hoeveel minuten zijn jullie weg? We zijn bijna bij de heli. Okay, ben je het verkeerd gegaan? Nee, gewoon rechtdoor, trust me. En dan blijf links aanhouden, boys. Blijf links aanhouden. Oh, boys, wij zijn prongelijk rechts. Links nu. Nou, ik zie jullie, ja. Stap in die andere heli, boys. Die zij schiet. Stap in die heli. Die zij schiet. Lusu. Hoe weten ze dit? Maakt niet uit. Andere kant op wie de witte hele vliegt. Links. Ja, richting locatie B. Richting naar de marker. Naar de marker. Er zitten 2 mensen achter ons. Boys, wie is die groene rode hele? Oké, land ook bij locatie B, ja. Is die witte hieronder? Dat zijn wij, dit zijn wij. Wie is die chopper die er nu aankomt, die witte? Wij, dit zijn wij. Is achter jou?
Hey, is iemand nog bij die locatie nee, aan? Ik denk dat we die zijn kwijt zijn geraakt. Ja, we worden gepitboy. Locatie B, locatie B. Ik vind chillen totdat iedereen weg is, oké, okay, die chopper hier. Hey, kom, onze tank is leeg. Ik krijg. Hey, iemand die opgehaald moet worden nog. Ja, ja, boys, gaan... Ah, fuck dit. Catch. 9395. Ik heb B-boy gehad. Hi boys, we zijn geloosd. Let's go! Twee. Drie! Zijn medereli's, medereli's. Schiet ze gewoon, schiet ze gewoon, schiet ze! Die ben ik, die witte ben ik. Ja. Die zwarte, mensen schiet witte op mij. Ik ben die zwarte, ja. Oh, die blauwe schiet, die blauwe. Ik ga ze proberen van achter te pakken, ze gaan daar landen. Ze gaan echt niet kunnen landen, pik. Nee, dat gaan ze echt niet doen hoor, dat is echt heel gek. Dat gaan ze gewoon doen, wat zie ik. Nee, dat doen ze. Boys, op de boot, kom op de boot. Nee, op, allemaal weg, allemaal weg, allemaal op de boot, nee, allemaal op de boot. Op de boot, op de boot. Ik pak de Brabus, kom, ik pak de zijn geland. Weg. Op de boot, op de boot, Lucy, Lucy, Lucy. Iedereen weg, iedereen weg, iedereen weg. Klaver, je kan die Brabus pakken. Ik schiet, ik schiet. Stap in, Klaver, stap in, stap in, Klaver, stap in. Boys, je kan gewoon op die boot staan, kom, let's go. Hey, kom, let's go. Dit vond ik heerlijk. Stop met schieten, stop met ze gaan nog achter ons aan. Boys, stap in jullie, stap in jullie, stap in jullie. Er zijn ook een aantal mensen op het eiland, man. De andere heli, gaan we de heli pakken, want dan pak ik nu boys, vlieg maar weg van het eiland, we gaan de andere er, kant ik ben op. Er, ik ben er, ik ben er. Ik boys, ben ook klaar met mijn wapen. Tony, ga maar in de heli. Boys, we passen niet allemaal... Even stil, we passen niet met z'n allen in die heli. We gaan naar de haven toe, we gaan... Fuck, gaan we hier wegkomen. Bro, dit lukt makkelijk, geloof me, waar. Hebben jullie die marker gezet op 10.101? Ja, jullie vliegen hier. Die saai helikopter blijft achter hun aan zitten. Hij gaat nu naar de voorkant, hij ziet jullie dan rennen, hij ziet jullie dan rennen. Hij schiet. Rechts, ik heb een hit. Stop in. Het is 4 DSI, 4, er zit geen op klaver, van rechts. Wij hebben pick-up nodig boys, ik zie het. Stap in. Mijn helix schoot, maar schiet op de achterkant. Nog eentje zijn laag, is voor... Nice. Laatste ook laag. Is er nog eentje leven? Zo zijn die auto's, Nog boys, pas op, rustig aan, er komen twee lambers aanrijden. Hey boys, rustig. Er is nog één DSI op de tweede verdieping en eentje nog helemaal boven. Ik heb er twee laag, twee DSI laag. Tweede verdieping, schiet op hem. Ja, hij is bijna dood en er is nog eentje helemaal op het dak. Je hebt ook één keer gegeven. Ik ga dood. Zoek tech. Die is dood. Uitstappen. Waar dan? Uitstappen. Tweede verdieping. Noodhulp. Nee. Tweede verdieping leeft nog. Ja, die tweede verdieping leeft. Laat stappen. Dat ben ik niet. Oh ja, wauw, kom maar gaan. Er is nog eentje helemaal op het dak, boys. Pas op, noodhulp komt. We moeten de heli's moeten landen. We moeten weg. Iemand, ik heb pick-up nodig. Die witte heli. Wie nu? Achter ons. Las, ik land ook. Ja, kom bij mij in. Die is hij achter ons boys, pas op. Ze bij mij instappen, ik ben die chopper, ik ga nou op die landersveld. Zijn we ons gemaaid? Nee, we worden gemaaid. Ga niet boys, ga niet boys. Hé, niet instappen, deze stuk! Deze stuk! Lopen. Zwemmen boys, go. Nog mensen aan. Sta klaar. Allemaal noten boys, zwem, go. Wat gaan we nu doen? Zwemmen of in die heli? Ik zwem weg. Ik ben bijna dood, man. Ook. Ik ben geen. Onder water zwemmen, boys. Zwem naar de andere kant, zwem naar de andere kant. Ja. Ik ga niet, ik ga zo... land. Hey, we pakken die heli, landen. Die heli moet landen. Pakken die DSI. Pak hem. Naar boven, boys, naar boven. Ga, go. Tempo, go. Ik heb nodig. Ik ben bijna te voet, boys. 10.077. Te voet, boys. Allemaal tegelijk. Allemaal bij elkaar blijven, te voet. Ja, wij zijn boven. Ik weet niet hoe ik hier naar beneden kom, maar... Oh, hier. Ladder. Hier is een ladder. Vliegen. Hij van plan weg te vliegen. Ik ben bij de andere kant, bij brug. Ik ga nu een auto pakken. Een stukje doorlopen, boys. Zie iemand mij, achter, je kan niet iemand hier achter me. Hey. Wie is naast mij? Hier. Is dat politie? Schiet hem. Ik sta er boven. Hij is dood. Oké, okay. Ga naar binnen. We moeten naar binnen, links. Ga naar binnen. Die is hij op het dak, boys. Ik ben daar nog helemaal boven. Nee, dat kan niet. We moeten zwemmen, we moeten zwemmen. You boys! Hey, go! Lekker, boys. Marcel, ik kan niet... Is
Maar als ik die helm, als ik mijn helm niet heb. Hey, dat is een boot, dat is die zij. Wow. Oh, we zijn de lul, we zijn de lul. We kunnen niet schieten uit het water. Maar ze gaan ons oppakken, boys. We zijn door, ze gaan ons pakken. Nou, hij gaat schieten, boys. Hoezo gaat hij op ons schieten? Dat mag niet. Nee, dat kan niet. Ga naar beneden, Splaats hier om naar beneden te gaan en shift S om naar boven te gaan, boys. Heli pakken, oké, ik ga naar pakken, Heli. Plaats je bak, boys, Nog een boot bij mij, ik ben dood, twee boten bij mij. Is iemand van hun die weggeheid uit die zaal, ik word gewoon geschoten uit het water, wat is dit? Oh, hij heeft die boot, Volgens mij ben ik Loesoe, boys, ik ben Loesoe. Kom maar even de boot, wacht op mij, we hebben de boot, We hebben een garage daar, mijn helikopter staat er nog geparkeerd, die van Tony. Ja, maar er is maar één tank, Wie is die? Oh, dat is denk ik een... Ja, ik zit hier zijn chopper nog achter me aan. Halen we wel, Eén tank halen we makkelijk. Kom op, bootje! Nice. Bootje, kom op! Maar dit is iep, zo. Man, wij hebben nog eerst hier links, ja, links zit die trap, ja, daar. Ik zie twee choppers, is eentje van ons of niet? Nee, wij hebben geen choppers meer. Wie is die witte? Weet niet. Niet te hard erin. Die witte chopper is van deze eigen officie. Ga naar boven op wachten, Ik heb die disje kanker. We moeten snel zijn, We zijn letterlijk met z'n 20 hier of zo. Ja, Jehoed, ik zit achter jou. Ik ging gewoon op die boot, ik maak die DSI. DSI dood, Ik heb hem dood! DSI dood, Yuzu! Lekker, lekker. Ja, kom. We moeten over dit ding! Rij, kom, lopen, boys. Auto, wie is dat? Wie is je auto hier zo? Links van DSI. Nee, Bugatti, DSI rijdt niet in Bugatti. Ik weet niet. Jongens, ik heb van mijn informatiebron binnen de politie gehoord dat de... Hey, boys, kom. Blaas wegstuurt. Hey boys! Stil! Porto, rust in de porto, Niet op iedereen schieten, niet iedereen is politie. En even Lars, even stil, we kunnen je niet helpen nu. Waar ben je? Ik help je. Schiet die witte heli uit de lucht. Oh, er is geen DSI. Ik hoor een heli. Nee, maar ze volgen ons wel de hele tijd. Ja, nu komt echt veel DSI aan, man. Ren allemaal naar die hangar. Ja, DSI, ja, de politie daar. Rennen, boys, rennen! Bijna op het dak. Hey boys, ren een beetje naar links, man. Pas op, zwarte Brabus achter ons, pas op. Ja, ik zie het, schiet die zwarte Brabus een beetje. Dat moet je afstand houden. Ik ben de hele naar ons toe, jij. Boys. Hey, hier is nog een zwarte Brabus aan mij, man. Ja, boys. Witte Brabus is Passie, kan je boys? Mij helpen? Hier is een zwarte Brabus aan mij. Nee, ik ben hier zo dood van die witte Brabus. Hey, stil niet al, politie onder ons. Boys! Boys, stil, boys. Boys, stil, even porto stilte, we moeten hostage pakken hier. Er zijn heel veel burgers hier, we moeten hostage pakken. Oh ja, we pakken ze, kaap die boer. Zorg voor die, DSI is achter de gebouw gaan. Die zijn achter de gebouw gewoon. Heb je wapen bij je, politie is hier. We moeten heli's pakken. Iemand, eens achterlang. Hé, er staat al een heli, pak die, nak die heli, Ja, en dan nemen we die hostages ook gelijk mee. Brabus. Ga snel, stap in, de deal. Boys, pak die blauwe heli, pak die, nak die blauwe heli, kom tempo. Uit die heli, weg bij die heli, weg bij die heli. Schiet. Hij zit in de politie, dus die zijn. Handje laat zien, AMB je handje laat zien. Handje laat zien. Maak die heli open. U wilt nul geschoten, helemaal niet. Nee, dat noemen we dat ook niet. Hele achtervolging niet. Eerlijk aan beide kanten, weet je. Als wij niet schieten, hoeven jullie ook niet te schieten, maar dan, als we jou dan pitten, of... Nou ja, pitten kan niet echt motor, maar... Als we zorgen dat je stilstand komt, pak je ook niet je wapen erbij. Nee. Dat zullen we toch nooit doen. Ik ben een zakenman, meneer. Luister, je krijgt drie...